verzin een platform over initiatieven ondersteunen en ontwikkelen gericht op het natuurlijker en duurzaam maken van Zittert Glen. Dus we hebben vorig jaar over moestuinbakken gemaakt met diverse inwoners in Geleen-Zuid en de show. En dit jaar is vanuit het platform Natuurlijk Duurzaam is Pluggenstangen. En Plug is een idee om de fruitboomgade rondom de stad, de openbare fruitboomgade, om die weer dichter bij de mensen te brengen. Neem eens weet dat ze er zijn, neem eens weet dat ze het mogen plukken. Daar kunnen ze allemaal mooie dingen mee doen en ze willen ze weer teruggeven aan de gemeenschap eigenlijk. En zo zitten we hier nu in Lummerich. In deze prachtige boomgaard hebben we net een bijhotel onthuld, gemaakt door drie verschillende basisscholen. De parkschool in Lummerich, in het park Oud-Zusteren en basisschool De Baanen. Hallo allemaal, echt super dat jullie er allemaal zijn. Zoals hij dan zei, had ik het idee om... de bijen die zijn heel belangrijk en die kunnen onze steun goed gebruiken. En mijn idee was dus om met jullie een nieuw huisje voor de bijen te gaan bouwen. En dat is heel goed gelukt, dit is het resultaat. Bijen zijn echt super belangrijk. Een derde van alles wat wij eten, dat wordt mede mogelijk gemaakt door bijen en dergelijke diertjes. Jullie hebben heel goed je best gedaan. Het is een heel mooi hotel geworden waar heel veel bijtjes in kunnen gaan wonen. En hopelijk gaat dat ook gebeuren. Dankjewel, Annie. Als wethouder mag je niet zomaar iedere dag even een hotel openen. En zeker niet zo'n mooi hotel dat door een aantal van jullie is gemaakt. En eigenlijk een paar vraagjes aan jullie. Wie heeft nu echt allemaal meegewerkt aan dat hotel? Laat me eens even... Nou, dat zijn toch een heleboel. Maar dat betekent ook dat er nog een aantal kinderen dat nog niet hebben kunnen doen. En volgens mij zijn er in de wereld heel veel hotels. En ik kijk even naar Aniek. Volgens mij voor bijen kunnen er ook niet genoeg hotels zijn. Daar kunnen er nog heel wat bij. Dus wat dat betreft denk ik dat het goed is om meteen af te spreken dat we er hier een vervolg aan gaan geven. Ja? Nou, hebben we vandaag al een heel goed besluit genomen. Zoals de boomgaarden binnen de gemeente als een lappendeken over de gemeente liggen. Zo kun je dus ook een lappendeken verzinnen van bijenhotels. Wilde bijen hebben een betrekkelijk gering uitvliegterrein, maar het is wel noodzakelijk dat ze genetisch materiaal kunnen uitwisselen, dat ze op verschillende plaatsen bij elkaar op bezoek gaan. Nou, dat is wat wij hier nastreven en waar we vandaag mee begonnen zijn. 1. Yes. Ja. Die plukprojecten die initiëren voor die zetten voor op, maar dat doen we vooral in een netwerk van mensen. We hebben allemaal partners en ook mensen die gewoon met een idee komen. En als Pluk helpen we voor bieden, het organiseren daarvan, helpen we voor om het zo breed mogelijk zichtbaar te maken. En door wordt de organisatie net op het laatste stuk zaken niet rondkrijgen of geregeld krijgen. Nou, dan hebben we weer een sterk netwerk en dan krijgen we het wel geregeld. Want Pluk heeft vele partners inmiddels. En samen proberen we op die manier de natuur rondom onze stad meer deel van ons allen te maken. En ik hoop dat ook hier kunt genieten in de boom gaan en lekker het fruit plukken en een beetje jam maakt of gewoon lekker fruit eten. En een zin voor ons in september, 21, 22, 23 september in de Perenboomgade Münsterglen, bij de Hoddelslei. Want daar zullen we dan een heel programma hebben, van onderhoud tot plukken, tot workshops, tot lekker picknicken op zondag. Kumpgeroch, gezellig.